Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vaak zie ik de vraag voorbij komen, wat verdient het beste? Hoe werkt berging? Berging is een van de best betaalde legale banen op de 5MRP-surf van Tedea Polis, ook al TDA genaamd. Het is een baan die door veel mensen gedaan wordt. In deze video, hoe word je een berger, ga ik jullie precies uitleggen hoe je het beste deze job kunt uitoefenen, zodat jij de beste berger van TDA wordt. Zo, dus jij wilt de beste berger worden van TDA? Dat gaan we regelen. Zorg dat je bij het uitzendbureau de job berging hebt gekozen. Je kunt dit zien door rechtsonder te kijken. Hier staat dan bergingduiker. Rijd vervolgens naar helemaal linksboven op de map naar het duikbootje toe. Parkeer je auto bovenaan en loop naar het einde van de pier. Hier aangekomen zie je een groene cirkel. Ga hierin staan en druk op de E-spier. Begin je shift en loop naar de andere groene cirkel die net tevoorschijn is gekomen. Ga hierin staan en druk op de E-spier en kies de dinghy. Als je in je boot zit, doe je hem op slot en druk je op de F9-spier om de job te starten. Hij laat dan je eerste locatie zien op de map. Vaar hier naartoe. Eenmaal aangekomen op de locatie, anker je de boot met slash anker of met punt. Zorg dat je boot op slot staat en duik in het water. Ga in first person view met de V-spier en zwem naar beneden. Bij het wrakstuk aangekomen, druk je op de E-spier om te beginnen met bergen. Draai je hoofd weg om niet verblind te worden. Je ontvangt 5 facturen als je klaar bent en een nieuwe locatie. Zwem weer naar boven. Aan de oppervlakte gekomen, klim je aan boord van je dinghy en stop je de facturen in je kofferbak. Ik leg later in deze video uit waarom dit belangrijk is. Haal de boot van het anker af en ga achter het stuur zitten. Kijk daarna op de map waar de volgende locatie is. In dit geval helemaal aan de andere kant van de map. In dit geval zou ik bovenlangs of onderlangs kunnen gaan, maar zal er weinig verschil in zitten qua vaartijd er naartoe. Vaar naar de volgende locatie. Helaas hoor ik vaak van mensen dat ze verdronken zijn, omdat ze niet wisten hoe het zwemmen werkt in GTA. Ik raad mensen ook altijd aan om dit in first person te doen, omdat het dan eigenlijk niet fout kan gaan. Maar voor de mensen die graag in third person willen zwemmen, zal ik het ook even uitleggen. Als je in het water ligt, druk je op de spatiebakspier om onder water te gaan. Je gebruikt vervolgens de shift plus W spier om naar beneden te zwemmen. Wil je weer naar boven zwemmen, dan moet je de shift plus S spier gebruiken. Alhoewel in first person view zwemmen misschien makkelijker gaat, geeft third person view soms wel hele mooie uitzichten, zoals je hier kunt zien. Een kleine, maar misschien wel belangrijke tip voor de mensen die lang achter elkaar door willen met berging. Neem een jerrycan benzine mee of elke keer als je langs de pier komt, lever je boot in en roep een nieuwe op. Je kan je facturen gewoon in je kofferbak laten zitten, daar gebeurt helemaal niets mee. Je hebt dan weer een onbeschadigde boot waarvan de benzinetank weer vol zit. De reden waarom het zo lastig is om het zogenaamde uurloon van berging vast te stellen, is omdat het heel erg afhangt van je route. Vaak moet je van de ene kant naar de andere kant van de map, maar heel soms, zoals hier, heb je geluk en zit de volgende locatie heel dichtbij of zelfs op dezelfde locatie. Dus hoeveel het per uur verdient is puur afhankelijk of je geluk hebt met je route. Zoals ik eerder in deze video al zei, is het belangrijk dat je de facturen in je kofferbak doet. De reden hiervoor is dat als je 15 facturen in je inventory hebt zitten en je bergt nog een locatie, dat je dan 0 facturen krijgt voor die locatie. En dat is natuurlijk zonde van je tijd en zonde van het geld. Zoals je hier kunt zien, krijg ik 0 facturen en zegt hij volgens links onderin, je job is klaar, ga terug naar de haven. Als je klaar bent, vaar dan terug naar de haven. Haal hier de facturen uit je kofferbak. En druk op de F9-spier om de gele stip van je map weg te krijgen. Iets wat ik hier, zoals je kan zien, wel was vergeten. Lever vervolgens je boot in de rode cirkel en loop daarna naar het huisje op de pier. Ga hier in de groene cirkel staan en druk op de E-spier. Zoals je ziet krijg je op dit moment van het opnemen van deze video €310 per factuur. Als je alle facturen hebt ingeleverd, krijg je linksonder een melding. Druk op de X-spier en loop terug naar het einde van de pier. Beëindig je shift in de groene cirkel en voilà, je bent een berger. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vond je het geen leuke video? Kun je uiteraard ook op het duimpje naar beneden drukken. Mocht je zelf nog tips, opmerkingen of vragen hebben, laat ze dan achter in de comments. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje als je een notificatie wilt ontvangen als er weer een nieuwe video is geüpload. Mocht je een van mijn streams willen zien, ik stream zo nu en dan ook op Twitch. Volg dan de link in de beschrijving. Bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende keer.
Doei doei.